Recentelijk onthulden Anne Verder en Stefan Leijger het prachtige nieuws van hun aanstaande ouderschap. In het nieuwste nummer van Grazia vertelt Anne voor het eerst openhartig over haar zwangerschap, die ze lange tijd geheim hield. Op de rode loper van Grazia x Steve Madden's Italian Dinner deelt Anne haar ervaringen over het bewaren van dit bijzondere nieuws. Anne betreedt bijna het derde trimester van haar zwangerschap en wist al geruime tijd van haar aanstaande moederschap. Toch koos ze er voor het nieuws niet direct te delen. Ze legt uit: ik had tijd nodig om aan het idee te wennen, en dat wilde ik samen met Steve, onze families en een paar dichte vrienden doen. Hoewel het een bewuste keuze was om het geheim te houden, vond Anne het lastig om niet direct haar zwangerschap te omarmen, zoals veel mensen op Instagram doen. Ze deelt haar gevoelens van schuldigheid jegens het kindje, maar merkt op dat het delen van haar verhaal heeft geholpen om te laten zien dat zij niet de enige mom to be is die tijd nodig heeft om te wennen. Tijdens het Gracia x Steve Maddes Italian Extravaganza Dinner onthulde ze op Instagram dat ze een kindje verwachtte. Op de rode loper van het event kon Anne eindelijk haar groeiende babybuik laten zien. Ze deelt, het was spannend om het met iedereen te delen, maar ik ben opgelucht en blij. Mijn telefoon stroomt over met appjes en berichtjes. Anne bespreekt ook de uitdagingen van het geheim houden van haar zwangerschap en haar gevoel van oneerlijkheid tegenover anderen. In Gracia staan Anne en Stefan met een prachtige shoot, Waarbij ze zelfs hun eigen digitale koffer krijgen. Anne is enthousiast over de koffer en benadrukt het fantastische detail van Bos op haar BH.